Hey, goed dat je weer kijkt. Vandaag zijn we op bezoek gegaan bij onze zuidenburen, de Belgen. We hebben een typisch Belgisch gerecht, dat heet hete bliksem. Of zoals de Belgen zeggen, dat is dus gewoon een goedele. Maar goed, hete bliksem. Wat zijn de hoofdbestanddelen in het hele verhaal? Het is een ovengerecht, wat makkelijk te bereiden is. Niet al te veel handelingen. Ja, alles bij elkaar, een half uurtje werk. En dan heb je een heerlijke maaltijd op tafel. Wat hebben we ervoor nodig? Mooi. Kip gehakt. Aardappeltjes die gaan we even afkoken. We gaan een warme bereiding van appelmoes gaan we eventjes maken. Dat geheel gaan we zo meteen afpakken in de oven. En op het allerlaatste moment gaan we de grill ook nog even aanzetten om een mooi krokant korstje erboven te krijgen. We gaan beginnen met de aardappels te schillen. Zo, de aardappels zijn gesneden. Koud water opgezet. Gelijkmatige stukken. Lekker een beetje zeezout erbij. Terwijl de aardappels opstaan, gaan we de appeltjes even lekker schillen. En dan gaan we ze zo meteen eventjes in een pannetje aanzetten. Met een beetje boter. Heel klein beetje garen. Doe wat suiker er tegenaan. En dan gaan we ze lekker met dat water laten smoren. Zodat er een beetje een grove appelcompot ontstaat. Zo, we hebben de appels geschild. Snijden ze even rondom het klokhuis weg. Oké, appels staan gesneden klaar. Pak een pannetje. Even op vuur. Klein klontje boter in de pan. De boter die is lekker uitgebruist. Gooi de appel erbij. Matig vuur, een half. De appeltjes die zijn lekker mooi langzaam aan het kleuren. Ik ga ze even glaceren met wat suiker. En dan zo meteen afblussen met een klein beetje water. Dan gaan we ze afdekken, op een heel laag vuurtje wegzetten. Dat gaat helemaal goed komen. Zo, nog een klein beetje water er tegenaan. En dan zet ze even op laag vuur over. Even afdekken en lekker laten pruttelen. Aardappeltjes gaan ook prima. Die zijn er nog een minuutje of 6, 7. Tussentijd gaan we eventjes de kip bakken. Het gehakt, weer hoog vuur. Olie vind ik toch eigenlijk altijd dan het lekkerst in het hele verhaal. Het gehakt gaan we zo meteen op het laatste moment gaan we dat pas kruiden met de currypoeder. Het is geen currypoeder, maar curry. Check het even als je bij de supermarkt staat dat je het goede potje meeneemt. Curry is toch wat pittiger. Curry heeft eigenlijk best een andere smaak. Dus wezenlijk verschil. Maar het lijkt wel qua kleur op elkaar. Gehakt gaan we rulbraden. Dat betekent op hoge temperatuur in de pan al roerend. Lekker laten garen. Op het laatste moment een eetlepel curry er tegenaan, wat zout en wat peper. En dan is in feite dus ook dit onderdeel van de maaltijd klaar om zo te verder te verwerken. Waarom doen we die currypoeder op het laatste moment erdoor? Op het moment dat je dat gelijk van begin af aan gaat doen, heb je kans dat die gaat verbranden. Dan krijg je een bittere smaak en hoeft in feite niet. Dus het gehakt gaat erin. Zo. En dan ga ik lekker in beweging. Om kipgehakt te bakken heb je over het algemeen maar weinig vetstoffen nodig. Kipgehakt, vaak gemaakt van dijvlees. Er zit dan wat vet doorheen. En in feite die dierlijke vetten, die gaan zich ook scheiden. Dus met weinig vetstoffen, weinig olie of boter, kun je het gehakt al heel mooi goed gaar krijgen met een mooie kleur erop. Gehakt is zo goed als gaar. Dus we gaan nu een eetlepel currypoeder er tegenaan doen.
Dit is ook het moment dat ik het vuur iets ga temperen. Een half uur. Zo, een paar draaien peper. En lekker wat zeezout erover. Ga ik dus ook klaar voor gebruik. Dus ik draai het vuur eronder uit en we laten lekker in het pan rusten. Er gebeurt verder niks mee. Dus even kijken hoe ver de aardappels zijn. Nou, perfect. Zo mooi gaar. Die gaan we even afgieten. De aardappels die zijn lekker uitgewasemd. Even de puree knijper pakken. En bekken. Daar doorheen. Een lekkere klont boter. Peper. Zout had hij al gehad met het koken van het water, dus we gaan hem zo meteen even naproeven. En een klein snufje nootmuskaat. Ook naar smaak, wat je prettig vindt. En we hebben een beetje melk, die we er ook nog lekker doorheen gaan spatelen. Goed, we gaan alle componenten gaan we in de ovenschaal doen. Onderop. Gerilde kip gehakt. Ja. Daar overheen. Appelkompot. Gehakt. Appel. En puree zit erin. Dan gaan we nog wat paneerbrood eroverheen doen. En als allerlaatste doen we nog wat kleine klontjes boter. Goed, het geheel plaatsen we om en nabij 15 minuten in de oven op 180 graden. En het laatste gedeelte gaan we hem zo meteen even grillen, dat er nog een mooi krokant laagje bovenop komt. 15 minuten. Zo, we gaan eens even kijken bij de hete bliksem. Ah, die gaat mooi. Ga ik de bovengril aanzetten. Hij is mooi warm geworden. De bovengril die gaat ervoor zorgen dat het paneermeel heel mooi gaat kleuren zometeen. Om een lekker krokant laagje eroverheen te krijgen. Dus gaan we doen. Nog een paar minuutjes. Hete bliksem. Hij is zover. Klaar om te serveren. Hete bliksem, smakelijk eten.